is, we leven in een democratische rechtsstaat. Wanneer het volk heeft gezegd dat ABOP en VAP de coalitie moeten gaan vormen, dan is het al een grote signaal. Wanneer je niet gedragen wordt door het volk, dan word je niet gekozen. Het volk heeft gesproken en dat moeten we respecteren. Dat was ook 2010, Boutersen kan geen president worden, dit en dat. Hij is 10 jaar lang president geworden. En iedereen was stil. Dus de acceptatie van een Maron is moeilijk in deze gemeenschap. Dus dat zie ik, terwijl het volk heeft gesproken dat het VAP 20 zetel, ABOP 10 zetel. En dat is duidelijk een signaal, wat wil het volk hebben? Het volk heeft beslist dat het gewoon regering Santokki Brunswijk wordt. En dat is het. En wij moeten het volk, wil van het volk moeten we respecteren. En dat is het. We houden rekening. Namelijk dat er mandaat is vanuit het volk van Suriname. En dat de keuze is van het volk van Suriname. Dat we dat moeten respecteren. En aan de andere kant zijn er wettelijke regelingen. Wat wij tweeën zijn gebonden aan wettelijke regelingen om uiteindelijk gekozen te worden. En dat die wettelijke regelingen allemaal getoetst kan worden. En ik kan u de garantie geven dat wij allemaal gekeken hebben naar die wettelijke regelingen. En er komt nog een commissie om dat allemaal te onderzoeken. Dat er heel zorgvuldig gekeken is daarnaar. Voor wat betreft die concrete vraag. Meneer Ronnie Brunswijk is parlementariër. Hij is eerder parlementariër geweest. Hij is leider van ABOP. Hij is voorgedragen. En wat dat betreft is er een hele goede afstemming in de coalitietop. Er is een hele goede afstemming tussen de Ronnie Brunswijk en mij persoon. En wij ondersteunen ook zijn kandidatuur als vicepresident. Dat blijkt uit de brede ondersteuning van alle 33 coalitieleden. We kunnen blijven vaststeken. We kunnen blijven vaststeken aan het verleden. En we kunnen soms erover vallen. Maar laten we kijken wat voor ons ligt. En laten we kijken naar die grote kansen die voor ons ligt. En laten we kijken naar die grote uitdagingen waar het volk op zit te wachten. Dat we het land uit de crisis gaan halen. Dat we de problemen van het volk gaan oplossen. Dat we hun uit die armoede gaan halen. Dat we die werkgelegenheid kunnen creëren. Dat de verschillende crisis in de verschillende sectoren, gezondheid, veiligheid, onderwijs, zo snel mogelijk aanpakken. Dat we de COVID-crisis gaan aanpakken. Daarop zit het volk te wachten. En het enige wat ik vraag is, laten wij de kans krijgen. Zoals het mandaat van het volk, om dit volk van Suriname te realiseren. En die garantie geef ik u. We gaan datgene doen. Samen, het regeerteam. Binnenkort gaat u horen hoe het regeerteam eruit ziet. Die kandidaten worden stuk voor stuk bekeken, intern, extern, ook met de procureur-generaal. Totdat alles clean, gereed is, dan hoort u de namen. We willen een sterk team, we willen een sterke regeerteam. Hebt u vertrouwen. Het komt goed. En dat is datgene, Ronnie, wat we aan het volk beloofd hebben. En dat is wat we gaan realiseren voor het volk van Suriname. Dank u.